In deze video wil ik de Pixma MG6350 van Canon laten zien. Even algemeen en een speciale functionaliteit zijn de Cloudprint. Het is een multifunctional inkjetprinter. Het is een hartstikke mooi design. We hebben hier de witte versie, niet knalwit, maar echt, ja, het is een prachtig juweeltje op je bureau. Hij is compact, invoer van papier. Aan de onderkant heeft twee lades, één voor fotopapier en één voor A4 fotopapier of gewoon kopieerpapier. Want wat kan die allemaal? Je kunt hem als printer gebruiken, draadloos in een netwerk of via een bedraad netwerk of via USB. Allemaal geen probleem. Je kunt hem ook aansturen met de EPP app van Canon. Dus rechtstreeks vanaf je telefoon wanneer je in dat wifi netwerk zit. En zelfs als Cloudprint, en dat ga ik straks even uitleggen. Ik zal de printer nog even laten zien. Eenvoudig deksel zodat je kunt kopiëren en kunt scannen. Je kunt scannen direct naar je computer wanneer die in de wifi netwerk hangt. Je kunt ook scannen naar een geheugenkaart die erin kan. Hier aan de voorkant heb je de klep, om het maar zo te zien. Heel simpel ding. Hier kun je je geheugenkaart, CF, SD en memory stick in stoppen. Het wijst zich allemaal. Het is een heel handig apparaat omdat hij de papier invoer aan de vooringang heeft en het papier ook aan de voorkant eruit komt, kun je hem desnoods gewoon tegen een muur aanzetten aan de achterkant en spaar je daar dus een heleboel ruimte mee. Prachtige printer en in de volgende stap wil ik even laten zien hoe het werkt om deze printer als cloud printer te gaan gebruiken. Een bijzondere optie van deze printer is dat het een cloud printer kan zijn. Dat wil zeggen dat wanneer de printer ergens in een wifi netwerk staat of in een netwerk, en je bent ergens ter wereld met je telefoon en je hebt een dataverbinding via je 3G of je 4G, dan kun je vanaf je telefoon of je tablet deze printer thuis aansturen. Daarvoor moet je de printer wel eerst registreren bij Google Cloud Print. En dat doen we als volgt. We zeggen dat we dat willen. Dan moeten we even een paar minuutjes door. Allemaal Nederlandstalig, allemaal heel erg duidelijk. Hij maakt dan een uniek adres van deze printer. Je krijgt daarna 15 minuten de tijd om dat te bevestigen. En dat gaat als volgt. Hij maakt een print met een QR-code. Je ziet meteen de printer aan het werk. Zo. Die QR-code die scan je met je telefoon. Daarop staat onder andere een app om een QR-code te scannen natuurlijk en de app Cloudprint. We gaan nu even op deze HTC One V gaan we naar die QR-code scanner en we houden hem zo voor. Hij heeft iets gevonden. Het allemaal goed te zien zal zijn. Het gaat een beetje om het idee. Oh, ik zeg hier even ja. Hij is nu even het een en ander aan het bevestigen. Het verificatieproces uitvoeren. Dus ik zet op oké. Ga je gang maar. Goed. Ik kijk ook boven de printer. En we nemen de boel eens verversen. Dan zeggen we hier oké. En we verversen nog een keertje. En dan zien we dat de printer toegevoegd is als cloud printer. En daar kunnen we nu van alles naartoe printen. Dus zo eenvoudig gaat het toevoegen van een printer als cloudprinter bij Google Cloud Print. We zijn weer terug. We hebben nu een paginaatje van de website van Eosine even op de telefoon getoverd. En wanneer ik nu naar pagina delen ga, dan kom ik daar, Cloud Print tegen. En wanneer ik daarop tik, zeg ik van webpagina afdrukken. Ja, dat willen we wel. En ik doe dat
via een bepaald PDF My URL. Dat wordt standaard gewoon aangegeven in dat Cloud Print appje. Nou, hij heeft dus blijkbaar nu van die pagina een PDF gemaakt van 237 kb. Dat is niet echt groot, het is tekst en een plaatje. En nou ja, goed, we drukken nu maar eens hier op afdrukken en we kijken wat er gebeurt. Ik haal de printer of mijn telefoon even weg, want ik zie hier activiteit. En dat wil zeggen dat de PDF die gemaakt is, nu over het internet naar deze printer gestuurd is. En ja, het is bijna magic, om het maar zo te zeggen. Wat hier op je telefoon staat, ja, komt even later via de cloud uit deze printer. Dat gebeurt met een grote snelheid. Het ziet er prachtig uit, kleuren, noem maar op. Dus dit is Cloud Print met een Pixma MG6350.